heb een boek geschreven over Berlijn. En dat heet Berlijn, een leven in een spelende stad. Het bijzondere aan de hele avontuur is eigenlijk dat ik in het verleden, in de jaren 73, 74, in een vroeger leven, in Berlijn heb gewoond. En dat ik daar 2 jaar heb gewerkt. En dat ik 40 jaar later, bijna 40 jaar later, daar ben teruggekeerd. Omdat ik de stad opnieuw wou ontdekken en ook voor mezelf eigenlijk een beetje nieuw leven wilde beginnen. In de jaren 70 was Berlijn een muur. Toen ik er de tweede keer aankwam, 2010, was natuurlijk Berlijn weer een onverdeelde stad. Ik heb een boek geschreven omdat het is de biografie van een stad sinds ongeveer 1933, met de opkomst van de nazi's, omdat Berlijn zo een gebroken, versplinterde stad was. En ik heb een boek willen maken dat die breuken en die versplintering weerspiegelt. En ik denk dat het, want er zijn heel veel Berlijnboeken, het bijzondere aan dit boek is, denk ik, dat het op een kaleidoscopische manier Berlijn vanuit heel veel verschillende perspectieven en genres benadert. Er is een monoloog, er is een reportage, er is een fictief interview. Er is ook een fictief hoofdstuk over het leven van een jong echtpaar in Oost-Berlijn. Het zoekt naar de grote breuken van de stad, maar het zoomt ook in op een paar bijzondere dingen waarvan ik denk dat ze bij het grote publiek niet bekend zijn. Dus om terug te blikken voor reizigers die naar de stad willen bezoeken, denk ik dat dit een lelijk boek, een lelijke bijdrage is.